Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog hier op dit kanaal. We gaan vandaag weer een keer naar een pretpark toe. We rijden vandaag naar Duitsland toe om naar Phantasialand te gaan. We zijn allebei al een keer naartoe geweest, dus daarom is niks nieuws voor ons. Maar goed, we hopen dat het vandaag rustig is, zodat we lekker alle attracties een paar keer kunnen doen. Vind je deze video nou leuk, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog en abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Nog even anderhalf uur rijden en dan zien we jullie dadelijk weer. Ciao. We zijn aangekomen in Phantasialand na anderhalf uur rijden. Het is redelijk druk vandaag, maar goed, dat wisten we van tevoren. Het is vakantie hier in Duitsland. Goed, we gaan nou als eerste naar de Taron te lopen, omdat we weten dat daar druk zal zijn vandaag. Dus daar lopen we als eerste naartoe, dan hebben we die in ieder geval vast gehad. En dan lopen we daarna lopen we wel weer verder. We hadden eigenlijk vorige week moeten gaan, want dan was het rustig geweest. Alleen nu, moet ik een toets skippen om hier naartoe te gaan, maar nou is het alsnog fucking druk. Zoals je ziet is het al een hele rij. En we moeten nu nog een heel uur wachten voordat we naar binnen kunnen, dus dat duurt nog wel eventjes. Hou het in de gaten. Het schijnt dat er daar een paar vogeltjes uit gaan komen uit dat vogelnest. Gek, een kraai. Gek. Het is inmiddels al een paar minuten over 10. Maar de Taron is nog steeds gesloten. Waarschijnlijk zijn er technische mankementen ofzo. Zoals je hier ziet. De trein staat nog steeds stil. Ontzettend kloten. Uiteindelijk hadden we dus beter als eerste in de Black Mamba kunnen gaan. Maar goed, even wachten en kijken, hopen dat hij zo open gaat. Na ongeveer een uur en drie kwartier gaat de rij nu een klein beetje lopen. Ze zijn het daar rond aan het testen, dus we gaan nu de rij in en dan gaan we eindelijk de achterbaan. Daar gaat het. Ik heb hem nu in totaal drie keer ongeveer gedaan, maar het blijft echt top. Die bochten zijn echt heerlijk, de airtime is perfect en de tweede lancering is echt, kan niet beter. Maar goed, we gaan nu in ieder geval verder lopen. Ik denk dat we even naar de Mystery Castle gaan, even lekker een vrije val en dan zien we jullie daar alweer. Echt niet normaal, hè? Zoals je achter kan zien, staat er gewoon een fucking rij bij die dingen waar je drooggefund kan worden. Komt natuurlijk, het is niet echt super warm. Daardoor is het echt heel rustig bij de River Quest. Maar ja, zoals je ziet, je wordt er wel echt zeiknat. Dus daarom gaan wij hem voor nu nog eventjes niet doen. Net een Mystery Castle geweest. Op de een of andere manier vond ik hem tegenvallen ten opzichte van de andere keer. Maar blijft natuurlijk altijd wel leuk, zo'n Freefall Tower. Nu gaan we lekker het Chinese deel in. Hartstikke maar. En Chinees eten. Even zo eten, denk ik. Met noedels. En dan gaan we daarna nog even in de Geisterschloss. En daarna gaan we in een van onze favoriete attracties, de Colorado Express.
is een van mijn favoriete attracties, omdat Michael Jackson hem geopend heeft natuurlijk. Maar goed, we gaan nu eventjes het Chinese gedeelte in. Ni hao! Een van Europa's beste dark rides, zo'n kunnen gehad. Nee. We gaan nu naar de Colorado Adventure. Als we de ingang kunnen vinden, maar die zit hier links bij Jump. Dus we gaan zo in de Colorado Adventure. Oh nee! Daar gaan we! Oh, ik zit zo fucking los, man. En doe dat! Ja hoor, we zijn in onze volgende lievelingsattractie, de Mouth of Chocolate. Als je binnenkomt, je ruikt het meteen, dat is echt zo fucking lekker. Ik weet niet of je de dag gaat winnen, dus daarover niks over gezegd. Maar goed, we gaan naar lekker in de Mouse of Chocolate. Oh, ik heb gewonnen! Oh, makkelijke winst. Wat een makkelijke winst. Nou, we zijn net eventjes in Winya's Fear geweest. Blijft natuurlijk altijd leuk, een spinning coastertje. We gaan nu naar Hollywood. Op zich wel een leuke dark ride, 5 minuutjes wachten, dus dikke prima. Zo, we hebben de Temple of the Nighthawk ook weer gedaan. Nu gaan we eventjes kijken wat we gaan doen. Weet eigenlijk niet. We lopen eventjes naar het Berlijnstukje toe, want we kunnen ons kaartje nog invullen dat we een keer terug kunnen. Maar daar stond straks een redelijk lange rij, dus we moeten even kijken of daar nou een minder lange rij staat. Het enige wat we nog moeten doen is Chiapas, maar dat stond net maar 5 minuten wachttijd. En we moeten nog naar de River Quest. En we moeten nog naar de Black Mamba. Dus dat zijn de 3 dingen die we nog zeker eventjes een keer moeten doen. Dus ik denk dat we dadelijk die kant eventjes oplopen. Dus dat zien we dadelijk weer. Ik heb je de kel met water in mijn sjaal liggen, dat was gewoon zo klas. Airtime!
Oh my fucking kijk god! Mijn been. Kijk mijn fucking been! Nou komt er niks meer toch? Nee. Oh, bij mij valt het mee. Nou, we zijn in ieder geval goed nat geworden in deze attractie. We zaten nog te twijfelen. Ik zei nee, je wordt niet zo super nat, maar... Nou, niet zo erg als de vorige keer. Mijn benen zijn zeiknat. Nou, we gaan in ieder geval zo op naar de volgende attractie. Dan kunnen we net zo goed meteen in de mist in de River Quest gaan. Als we dan toch nat zijn, kunnen we dit net nog een keer nat horen. Sjaal heeft goed geholpen. We zien jullie zo. Nou, ik ben eventjes overgeswitcht naar mijn telefoon. Maar mijn camera was leeg. We gaan nu onderweg naar... Loop even door, mogoltje. We gaan nu onderweg naar de Black Mamba. Half uurtje wachten. Dus half uurtje even chillen. En daarna gaan we lekker in de Black Mamba. Nou, we zijn net eventjes in de Black Mamba geweest. Daar stond een half uur wachttijd voor. Uiteindelijk hebben we echt maar een kwartiertje of zo in de rij gestaan. Blijft een leuk baantje. Ik vind hem voorin vind ik hem beter dan achterin. We zaten nu in de tweede rij, dus dat is op zich wel relaxed. We hebben nu eigenlijk alles gehad, behalve de River Quest. Maar hier, die zeikert wil, die had het allerlaatste doen. Dus die doen we straks, samen met de Mystery Castle nog een keer. Voor nu gaan we even kijken waar we nog een keer in gaan. Dus dat zien jullie zo dadelijk wel. Nou, we zijn net nog eventjes een keer in de Colorado Express geweest. Nu staan we in de rij voor de River Quest. Ik ben benieuwd hoe dat wordt. Hij is helemaal benieuwd. Het is meer bij Klugheim erbij gekomen, dus het is meer gethematiseerd naar Tahoma Rijk. Ik ben benieuwd hoe nat we kan worden. We zagen net al een flinke rij staan bij die soort droogmachines. Dus ik ben bang dat we ontzettend nat gaan worden. Maar goed, ik ga je niet in filmen, want ik ben bang dat ik mijn telefoon kwijtraak. Maar goed, dan zien jullie straks alweer hoe nat we zijn geworden. Ik ben benieuwd. Nou, die vernieuwde River Quest is pittig relaxed, maar wel echt pittig nat. Het vette aan die River Quest is gewoon dat in het midden, in de Piranha in het midden, heb je gewoon zo'n soort schijf waar je je tassen in kunt leggen of zoiets. Hier niet, hier komt het water natuurlijk van het midden uit het wagentje in, het karretje, het bootje. En die gast die tegenover ons zat, kreeg echt een volle bak water recht op zijn bord. Die was zeiknat. Mijn rug is ook echt zeiknat, waardoor mijn broek ook echt mega nat is. Maar goed, we hebben nu in ieder geval alle attracties gehad. En we gaan nu eventjes rondlopen om te zoeken waar we nu naartoe gaan. Nou, ook de Rijk hebben we gehad. Die hadden we trouwens nog niet gehad, dus daar hebben we die ook maar weer gedaan voor vandaag. Het is nu ongeveer 5:30, dus we hebben nog een half uurtje. We willen eigenlijk de Mystery Castle nog één keer pakken en dan gaan we daarna naar Hause. Terug naar Hollanda. Dus we gaan nu juist eens kijken welke attractie dat we nu gaan doen. En dan kijken we daar. Dus we gaan nu even kijken welke attractie we nog gaan doen en dan zien we dadelijk wel waar we terechtkomen. Nou, we zijn toch maar naar de uitgang gelopen. We hadden niet echt meer een attractie waar nog een fatsoenlijke wachttijd stond. De auto staat gelukkig helemaal vooraan. We staan een keer op de Chinatown. Parkeerplaats. Normaal sta ik eigenlijk altijd in de parkeerplaats van de Mystery Castle, de Mystery Parkeerplaats. Maar nu sta ik voor het eerst eigenlijk bij deze parkeerplaats. Ook weer iets nieuws. Het viel uiteindelijk wel mee met de drukte, ondanks dat ik dacht dat het in het begin echt fucking druk zou zijn. Maar het viel allemaal gelukkig mee. We hebben alles één of twee keer gehad, dus dat is echt top. Maar goed.
Wij gaan jullie nu naar huis toe, 1,5 uurtjes rijden. En ja, dan zien we jullie volgende keer weer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog hier beneden. Laat even achter wat je van deze video vond. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Tot ziens, ciao.